geneesmiddel van de week is labetalol. Waarom labetalol? Labetalol is een beta-blokker, een veelgebruikt geneesmiddel bij patiënten met hartfalen of hypertensie. Labetalol is de enige beta-blokker die ook intraveneus wordt toegepast in geval van een hypertensief noodgeval. En is een van de weinige geneesmiddelen die gebruikt kan worden bij hypertensie tijdens de zwangerschap. Labetalol is een van de oudste beta-blokkers die nog op de markt is. De belangrijkste bloeddrukverlagende werking komt door remming van de beta-1-receptor. Hierdoor gaat de cardiac output omlaag. Maar belangrijker nog is dat de renineafgifte wordt geremd door de juxtaglomerulaire cellen van de nier. Labetalol blokkeert ook in mindere mate dan de beta-1-receptor de alpha-1-receptor, wat leidt tot vasodilatatie en dus ook bijdraagt aan het bloeddrukverlagend effect. Labetalol is een niet-selectieve beta-blokker, wat betekent dat ook de beta-2-receptor geblokkeerd wordt, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen door bronchoconstrictie, met name bij patiënten met astma of COPD. Nieuwere generatie beta-blokkers zijn meestal selectief, dat wil zeggen dat ze alleen de beta-1-receptor blokkeren. Ondanks dat labetalol al een wat ouder middel is, wordt het voor specifieke indicaties nog vaak toegepast. De eerste belangrijke indicatie is in geval van een hypertensief noodgeval, een extreem hoge bloeddruk waarbij orgaanschade aanwezig is of acuut dreigt. Voorbeelden zijn van links naar rechts op de slide een aortadissectie, hypertensieve encefalopathie, pre-eclampsie, een acuut coronair syndroom of ernstige hypertensieve retinopathie. Intraveneus labetalol werkt al snel en voorspelbaar. Labetalol wordt opgelost en via een perfusor toegediend, zodat de dosering makkelijk aangepast kan worden op gelijde van de bloeddruk en de hartslag. De tweede belangrijke indicatie voor labetalol is hypertensie tijdens de zwangerschap. Voor zwangeren wordt vaak gekozen voor middelen uit de oude doos, omdat met die middelen de meeste ervaringen met zwangerschap is opgedaan. Er zijn dus de meeste gegevens bekend over de veiligheid van zo'n middel tijdens de zwangerschap. Naast de eerste keus, methyldopa, zijn de antihypertensiva, waarvan bekend is dat deze veilig gebruikt kunnen worden, nifedipine of labetalol. En in geval van ernstige pre-eclampsie kan labetalol dus ook intraveneus worden gegeven tijdens de zwangerschap. Tabletten van labetalol kennen belangrijke nadelen. Ten eerste is de biologische beschikbaarheid maar 25%. Dat betekent dat bij omzetting van intraveneus, waarbij de biologische beschikbaarheid natuurlijk 100% is, naar oraal de dosering theoretisch maal 4 zou moeten gaan. Hoewel een 4-maal zo hoge dosering meestal niet nodig blijkt te zijn, is het wel goed je dit te realiseren als je de toedieningsvorm verandert van intraveneus naar oraal. En dat het dus niet gek is dat er veel minder effect is bij een gelijke dosering. Het tweede nadeel is de korte halfwaardetijd. Labetalol moet 2 of idealiter zelfs 3-maal daags gedoseerd worden. Voor de therapietrouw is dat erg ongunstig. Hoe vaker op een dag iemand iets moet innemen, hoe groter de kans dat er een dosis vergeten wordt. In de meeste gevallen zal in geval van orale therapie dan ook gekozen worden voor een beta-blokker met een langere halfwaardetijd. Samenvattend is labetalol een niet-selectieve beta-blokker die voor specifieke indicaties nog regelmatig gebruikt wordt. Dit zijn met name intraveneus, in geval van de meeste vormen van een hypertensief noodgeval, en oraal in geval van hypertensie tijdens de zwangerschap. Nadelen van labetalol zijn de non-selectiviteit voor de beta-1-receptor en van de orale vorm de lage biologische beschikbaarheid en korte halfwaardetijd.